Ik sta hier met Costello van Steenis. Hij heeft zijn wedstrijd gedomineerd, gewonnen op een Van Vloertje ook. That's the win streak of my Ben! Costello, hoe voel je je, man? Ik voel me geweldig. Kan niet beter. Ik heb geen schade. Ik zou zelfs volgende week gewoon weer de ring in kunnen stappen. Of misschien vanavond, weet je, als het een toernooi was geweest. Was perfect. Ik vond aan het begin jouw tegenstander stond zo raar te doen. Rara shit met zijn armen en zo. Ging dat niet in je hoofd zitten? Nee, helemaal niet. Weet je wat wel in mijn hoofd ging zitten? Hij deed fucking poeslief tegen mij een paar dagen geleden. We kwamen elkaar tegen in de lift en echt zo buigen. En ik zeg, oké, hij doet fucking aardig. Maar ja, en dan zegt hij, it's all business, we're family, man. Sowieso. Maar ik moet me activeren, weet je wel. Dus daar op een gegeven moment ga ik hem ook niet meer aankijken, want dan gaat hij aardig doen. En ik wil niet dat ik zwak ga worden daarop, maar ik moet gewoon mezelf blijven in die kooi, weet je wel. En dat is een demonen shit. Deze gooide jij in de podcast ook, kan ik meer. Toen zei je ook dat jouw oude tegenstander die kwam jouw hand geven, ja. Succes. En toen dacht je, hey, wacht even. Ja, ja. Toch? Verder, wat wil jij nu? Jij zegt lange layoff, zeg jij net. Stel dat er een partij tussen komt, ga je hem pakken? Sowieso. Nee. Ik ben, kijk, we trainen en we leven nu voor het vechten. Dus als ze me voor volgende maand zouden bellen, zou ik sowieso vechten. Als ik niet op vakantie ben. En als ik op vakantie ben en ze bellen me nog steeds, dan moet ik even kijken hoe zwaar ik ben. Maar ik ben sowieso down to fight. Daarom, kijk, ze gaat nu een titelvecht hebben tegen Johnny Allen, tegen Fabian Edwards, waar ik eerder tegen heb gevochten. Daarna moeten ze hun ook herstellen, dus het wordt waarschijnlijk tegen één tegen die twee van het einde van het jaar. Dat is oké, maar ik wil actief blijven. Dus ik hoop misschien dat ze hem in het PFL-tournament kunnen gooien, weet je wel. Luister, voor Nederland. Waar was jouw post-fight interview, bro? Waar was jouw post-fight interview? Wat? Na het gevecht, waarom kwamen ze niet naar jou? Hé, dat is een goede vraag, man. Ik had er nog eens niet bij gedacht, maar mijn broertje zei, hey, waarom hebben ze jou geen microfoon gegeven? Waarschijnlijk omdat ik mijn middelvinger steeds aan de hele publiek op aan het gooien was. Omdat ze boe aan het roepen waren. En omdat ik een paar scheldwoorden tussendoor ga. Misschien denk ik. Hoe was dat om in Parijs te vechten tegen een Fransman? Hoe het was tegen in Parijs te vechten tegen een Fransman was another day at the park, weet je wel. We hebben altijd in andere landen gevochten tegen mensen in hun back garden, laten we zeggen. Maar die Fransen zijn wel echt fanatiek. En dat is wel respectvol, dat is echt cool. Maar ja, je hoort een geboe en dan win je. En dan is het nog beter, weet je wel. Underdogs on top, je weet. En hoe gaat deze win vieren, bro? Hoe ik deze win ga vieren? Ligt aan jullie, jongens. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Bro, er is sowieso veel te doen, maar dat gaan we niet voor de camera zeggen. Wij staan wel klaar voor Costello en voor alle Nederlandse vechters. Check buiten de kooi. Check Costello. Oost.